Welkom, dames en heren. Goedenavond. Welkom namens Rabalt Reflex en het NWA-project Heritages of Hunger. Mijn naam is Marcel Becker. Ik ben vanavond uw voorzitter. Het gaat over honger. Een zwaar onderwerp, maar staat u mij toe dat ik begin met een quizvraag. En de beroepshistorici op de eerste rij mogen niet meedoen. Hutspot, haring en wittebrood. Met welke datum zijn die ingrediënten verbonden? 3 oktober. 3 oktober, goed zo. Door naar de volgende ronde. Waarom 3 oktober? Kunt u dat uitleggen? Leidersontzet. En weet u ook nog wat er... Ja, als u één antwoord geeft, dan krijgt u gelijk een vraag terug. Ja, bevrijding van Leiden na de belegering van de Spanjaarden. Ja, na de belegering van de Spanjaarden. Een belegering die 5 maanden had geduurd. De Leidenaren hadden honger en... Daarom eten de echte Leidenaar op 3 oktober deze ingrediënten. Honger als politiek wapen. Het uithongeren van mensen, blijkbaar gebeurt dat al eeuwenlang. Is het een vorm van oorlogsgeweld? Maar als het dan een vorm van geweld is, wat onderscheidt het dan van andere vormen van geweld? En komt het tegenwoordig ook vaak voor, die vorm van geweld? En hoe kijken mensen die dat ooit hebben meegemaakt... Hoe kijken landen, naties, die dat ooit hebben meegemaakt, daar later op terug? Over die vragen gaan we ons vanavond buigen. Dat doen wij met een cultuurhistorica, een historica en een ontwikkelingssocioloog. Ik zal ze zo meteen aan u voorstellen. Ze zullen alle drie een inleiding houden van een 10-tal minuten. En na die 10 minuten van elk gaan we met elkaar en natuurlijk met u in de zaal in gesprek. Als eerste... Het woord aan Charlie Boerman. U bent cultuurwetenschapper en gaat vertellen over uw promotieonderzoek. Dat handelt over de receptie van de Holodomor. Het woord is aan Charlie Boerman. Ja, bedankt. Ik ben dus Charlie. Heel leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik doe dus onderzoek naar de herinnering en circulatie van het verleden van Europese hongersnoden in het heden. Dus als ik het heb over herinnering of herinneringscultuur, dan heb ik het niet over persoonlijke herinneringen, maar over de circulatie in films, monumenten, musea, maar bijvoorbeeld ook politieke speeches. En vandaag zal ik jullie dus iets vertellen over de hongersnood in Oekraïne, de Holodomor. Holodomor betekent in het Oekraïens dood door honger. En ik zal jullie iets vertellen over hoe deze hongersnood wordt herdacht en welke rol daderschap en slachtofferschap hierin speelt. De Holodomor wordt in verschillende landen erkend als genocide, waaronder in Oekraïne, Canada, maar sinds kort ook in Duitsland, Ierland en bijvoorbeeld door het Europees Parlement. En deze status als genocide is al decennia onderdeel of onderwerp van de nationale en internationale discussie, zowel in de politiek als in de wetenschap. En dit komt mede omdat het erg lastig is om in geval van hongersnood het over daderschap en slachtofferschap te hebben. Even kijken, ja. Dus Anne van Maurik zal na mijn presentatie conceptueler ingaan op de moeilijkheden en mogelijkheden om hongersnood als een vorm van geweld te zien. Maar voor nu is het belangrijk om te begrijpen... dat het sterven door honger of door gerelateerde ziektes een erg langzaam proces is, waarbij een dader fysiek afwezig kan zijn. Deze hoeft immers geen trekker van een geweer over te halen. De foto's van de Holodomor die we tot onze beschikking hebben, bijvoorbeeld deze foto gemaakt door Alexander Wienerberger, tonen dan vooral ook stervende of verhongerde mensen, waarbij een oorzaak en een dader ook visueel afwezig is. Goed, dan in het kort, wat is er gebeurd in 1932, 1933 in Sovjet-Oekraïne? In het begin van de jaren 30 heerste er een hongersnood in de Sovjet-Unie. Dus ook in Sovjet-Oekraïne, maar ook daarbuiten. Dit was eigenlijk het gevolg van Stalins 5-jarenplan, waarin hij de Sovjet-Unie snel wilde industrialiseren en ook mede de landbouw wilde collectiviseren. Een onderdeel hiervan was het onteigenen, deporteren en vermoorden van zogeheten kulaks, wat welvarende, of zogeheten welvarende boeren waren. Maar dus ook het gedwongen opzetten van collectieve boerderijen en het hanteren van zeer hoge graanquota's
om die naar het buitenland te exporteren, om buitenlandse valuta binnen te krijgen, om zo die industrialisatie te kunnen financieren. Verschillende onderzoekers stellen echter dat er in het eind van 1932 iets specifieks Oekraïns gebeurde, namelijk dat Stalin beleid instelde waarvan hij zou moeten hebben geweten dat het Oekraïne hoger zou raken dan de rest van de Sovjet-Unie. De historicus Timothy Snyder bijvoorbeeld in zijn bekende werk Bloodlands betoogt dat terwijl collectivisatie in de gehele Sovjet-Unie een ramp was, er duidelijk bewijs is voor het met voorbedachte raden massaal vermoorden van miljoenen mensen in Oekraïne. De bestaande honger werd zogezegd ingezet als een wapen van de staat. Om het verzet vanuit Oekraïne tegen Moskou in de kiem te smoren. Dit beleid bestond onder andere uit het sluiten van de grens tussen de Sovjet-Oekraïne en de rest van de Sovjet-Unie. Het op zwarte lijsten zetten van specifieke dorpen, zodat mensen ook niet eens uit die dorpen mochten vertrekken in de zoektocht naar voedsel. En op veel plekken werd de graanquota zo verhoogd dat mensen het laatste eten wat ze hadden moesten inleveren en dus niks hadden om tot de volgende oogst te overleven. Het gevolg was dat in Sovjet-Oekraïne er bijna 4 miljoen mensen doodgingen, waarvan het overgrote merendeel in 1933, dus na het instellen van dit specifieke beleid. Dus Stalin heeft altijd ontkend dat er een hongersnood was en dit is eigenlijk ook beleid in de Sovjet-Unie gebleven tot de late jaren 80. Toen Oekraïne in 1991 onafhankelijk werd, zien we eigenlijk meteen dat de hongersnood wordt ingezet om een nationale, niet-Sovjet geschiedenis van Oekraïne te schrijven. De avond voor het onafhankelijksreferendum werd deze film getoond, Honger 33, op de Oekraïnse staatstelevisie. Dit is de eerste film over de hongersnood, fictiefilm. En in deze film wordt de Oekraïnse natie door middel van het gezin dat je volgt duidelijk als een slachtoffer afgebeeld en de staat krijgt heel duidelijk de schuld van de hongersnood. Zoals hier in de laatste scène waarin een jongetje, het enige overgebleven gezinslid, vraagt waar zijn alle mensen heen, was het een pest? En dan zegt deze man die ze uit een koelak hebben geplukt, of zeg maar zijn koelak overlevende, vandaar dat hij zo verhongerd is. Die zegt, nee, het is de staat, ga weg van hier. Wat je ook dus bijna zou kunnen lezen als een ga weg uit, kies onafhankelijkheid. En de dag daarna werd er met overgrote meerderheid ook voor onafhankelijkheid gekozen. Maar vooral in de politiek in Oekraïne zien we eigenlijk dat de hongersnood enorm wordt ingezet op basis van de relatie met Rusland. Dus pro-westerse politici erkennen het als een hongersnood en pro-Russische politici ontkennen het als hongersnood en noemen het een Sovjet-tragedie. En het gebruik van de Holodomor om een echt een nationaal en verbindend etnisch Oekraïns narratief te schrijven op basis van slachtofferschap kwam vooral... werd vooral gebruikt door deze man, Viktor Yushchenko. In zijn presidentschap liet hij bijvoorbeeld dit grote herinneringsinstituut bouwen in Kiev. Er werden nationale herdenkingen op touw gezet. En de Holodomor werd bij wet erkend als genocide en het ontkennen hiervan werd ook strafbaar. Yushchenko en zijn administratie hanteerden ook het cijfer van 7 à 10 miljoen doden, of zelfs meer. Terwijl er toen eigenlijk al een consensus was dat het rond de 4 miljoen lag. Zijn opvolger, Viktor Yanukovych, was zeer pro-westers en het eerste wat hij deed toen hij president werd, was ook de Holodomor-pagina van de presidentiële website verwijderen. Wat hem ook weer een wat vriendelijke relatie met Rusland opleverde. En de volgende president, Petro Poroshenko, is verkozen na de Euromaidan-protesten, de annexatie van de Krim en ook de oorlog in Donbass, die sinds 2014 aan de gang is. En Poroshenko erkende het natuurlijk meteen weer als een genocide, maar vroeg ook Rusland om dit te erkennen en excuses aan te bieden en berouw te tonen. En in 2014 zei Poroshenko al dat de oorlog in Donbass een voortzetting was van de genocidale hongersnood. Dus hij trok ook regelrecht een lijn met het van het verleden naar het heden. En dit brengt me ook in het heden. In de laatste minuten die ik heb wil ik graag iets vertellen over hoe de hongersnood het afgelopen jaar ook wordt herdacht en wordt ingezet, als je dat zo wilt noemen. Dus de hongersnood wordt ingezet om de huidige oorlog te begrijpen, maar het werkt ook omgekeerd. Het goed gedocumenteerde geweld wat we nu in Oekraïne zien,
En de verwoesting van het land aan de hand van Russische troepen wordt ook ingezet om het geweld van de hongersnood weer opnieuw te belichten. Dus op deze slide zien jullie twee screenshots die ik heb gemaakt van een Instagram post en een tweet van het Holodomor Museum in Kiev. En dit gebruikt juxtapositie en collage, dus het naast elkaar tonen van foto's en het over elkaar heen tonen van foto's, om een soort cyclische terugkeer van de geschiedenis te suggereren, of juist een lineaire lijn van de hongersnood, die genocide, naar wat zij zeggen een genocide nu. Aan de andere kant worden de foto's die ik eerder toonde, waarin je dus geen daders ziet, maar alleen maar slachtoffers, anders belicht doordat ze... je hebt hier links een foto van Alexander Wienerberger die ik eerder toonde, en daarnaast heb je een foto van de slagpartij in Butsja. En op die foto zie je duidelijker dat het ook om menselijke verwoesting gaat. En door die zo lijnrecht, zeg maar, naast de foto van de hongersnood te plaatsen, wordt er natuurlijk eigenlijk gesuggereerd dat hetzelfde directe geweld ook achter die dode persoon zat. Dus de onzichtbaarheid in de foto's van bijvoorbeeld Wienerberger, worden, van het geweld in die foto's, wordt op zo'n manier er eigenlijk ingeschreven door die juxtapositie. Maar we zien ook dat eigenlijk alle andere actoren in de oorlog nu de Holodomor gebruiken om zowel herinnering hieraan verder te verwoesten, maar ook om bondgenootschap met Oekraïne te uiten. Dus in Mariupol hebben Russische troepen een aantal maanden geleden een Holodomor-monument verwijderd en waarschijnlijk ook verwoest. De Holodomor staat symbool voor een Oekraïense identiteit en niet-Russische identiteit. En in de meeste gerussificeerde gebieden in bezet Oekraïne zullen deze monumenten waarschijnlijk verwijderd worden. Maar naast verwoesting zien we dus ook dat het Europees Parlement of de Duitse overheid of hier Hoekstra in Kiev afgelopen november erkenning van de Holodomor aangrijpen om een bondgenootschap met Oekraïne eigenlijk te uiten. Dus waar de genocide voorheen niet werd erkend, misschien om banden met Rusland warm te houden, dat weet ik niet. Misschien omdat het gewoon zo onduidelijk is of mensen onwetend waren, wordt erkenning nu aangegrepen om eigenlijk te zeggen, wij staan in het heden niet achter Rusland. Het gaat meer over het heden dan het verleden. En als laatste zou ik erover zeggen dat ik denk in een oorlog die waarschijnlijk nog even gaat duren, dat we die hongersnood terug zien blijven komen in uitingen van bondgenootschap. We zullen waarschijnlijk meer berichten krijgen over verwoeste monumenten. Ik heb er volgens mij gisteren een nieuwe gezien. En in Oekraïne zal die waarschijnlijk des te belangrijker worden. Maar daar gaan we het waarschijnlijk later nog over hebben. Dus bedankt voor jullie tijd. Dank u wel voor uw informatieve en actualiserende verhaal. Ik geef nu graag het woord aan Anne van Maurik. U bent werkzaam bij het NIOT, het Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies. U praat ook vanuit uw promotieonderzoek over de manier waarop de Duitsers terugkijken op de honger die zij geleden hebben na de Tweede Wereldoorlog. Het woord is aan Anne van Maurik. Hallo allemaal. Mijn PowerPoint is er. Bedankt dat ik hier wat mag vertellen over honger als geweldsvorm. Achter mij zien jullie een plaatje van mijn experiment. Het is een Google zoekopdracht. En daarin typte ik de woorden geweld en oorlog. Nou, zoals jullie zien gaat het, zie je vooral bombardementen, geweld wat van dichtbij uitgeoefend wordt. Kortom, geen honger. In deze presentatie ga ik in op twee onderwerpen. Het eerste is, hoe is honger een vorm van geweld? En de tweede is de casus Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. En dat gaat over de vraag, hoe heeft de herinneringscultuur invloed op of we een honger wel of niet als geweldsvorm zien? Deze man is Herbert Bakke. Hij was een Duitse nazi en hij is de bedenker van het hongerplan uit 1941... En misschien hebben jullie wel eens van gehoord. Het doel was om het Duitse volk te voeden, moest de Slavische bevolking van Europa uitgehongerd of doodgehongerd worden. Uiteindelijk is dit plan deels herzien, omdat het bleek dat het net iets voordeliger was om dwangarbeiders net voldoende voedsel te geven. Maar hier zie je dus heel duidelijk intentie om een groep mensen uit te hongeren. Het is dus hier niet heel moeilijk om honger als geweld te zien. Er is een duidelijke dader
die doelbewust mensen wil doodhongeren. Maar de helft is eraf gevallen, zie ik, maar jullie begrijpen wat hier staat. Dit plaatje laat zien dat het niet altijd zo duidelijk is. Want hoe moeten we bijvoorbeeld kijken naar de bijna 828 miljoen mensen die op dit moment honger lijden, voornamelijk in de Global South. We hebben hier geen duidelijke dader of dadergroep, er is geen duidelijke intentie, maar onze manier van leven in de Global North draagt bij aan honger op andere plekken of aan armoede. Maar dit kunnen we natuurlijk niet echt zien als een intentionele daad van geweld. En hier komen we bij de kern van het vraagstuk, want wanneer honger collectief is, wordt het minder zichtbaar. Het gedrag van mensen in de Global North is dan misschien wel niet een intentionele daad van geweld. De consequentie ervan, dus bijvoorbeeld klimaatverandering, armoede, honger, dat is wel degelijk een daad van geweld. Het creëert kwetsbare situaties voor mensen en hun omgevingen. Dus een focus op intentie maakt ons niet alleen blind voor hoe honger werkt, maar ook voor onze verantwoordelijkheden in de creatie van armoede. Nou, deze complexiteit die laat eigenlijk zien dat we een stap hebben overgeslagen in ons denkproces. Want is intentie eigenlijk wel nodig om geweld te definiëren? Voor deze presentatie wil ik graag gebruik maken van de werkdefinitie van socioloog Sinisha Maleshevich. Hij zegt, geweld is een scalair sociaal proces waarin individuen, groepen of sociale organisaties verzeild raken in situaties waarin hun al dan niet opzettelijke handelingen dwangmatige gedragsveranderingen teweeg brengen of fysieke, mentale of emotionele schade, verwondingen of de dood veroorzaken. Ja, het is een hele mond vol, maar ik zal het stap voor stap toelichten. Eigenlijk twee dingen wat belangrijk is. Sinisha benadrukt dat geweld een sociaal proces is. Het is dus niet een event. Het kan soms tijd kosten voordat schade veroorzaakt wordt. En deze nadruk op het proces, dat betekent dus dat het dus er niet per se om gaat of een actie doelbewust schade aanbrengt bij de ander. Nalatigheid kan bijvoorbeeld ook een onderdeel zijn van dit proces. Zo kan honger in de Global South bijvoorbeeld gezien worden als een van de producten van misschien wel onze nalatigheid, dus een niet concrete handeling, om grootschalige vervuiling tegen te gaan. Waardoor leefomgevingen natuurlijk verwoest worden. Nou, Sinisha's werkdefinitie die helpt ons heel goed bij de beantwoording van de vraag hoe het komt dat honger eigenlijk toch altijd een beetje wegvalt als we het over geweld hebben. 1. We staren ons blind op intentie, daar hebben we het net over gehad. 2. Honger heeft een onduidelijke tijdspanne. Het heeft natuurlijk geen duidelijk begin, midden en eind. Wanneer gaat ondervoeding over op honger? Dat is allemaal heel moeilijk te meten. En een derde reden waarom honger vaak moeilijk als geweld gezien wordt, is omdat het geen duidelijke spectaculaire plaatjes heeft. Hoe ziet honger er eigenlijk precies uit? Hoe beeld je het af? Nou, denk nog even aan mijn Google zoekopdracht. Ik kreeg vooral plaatjes van spectaculair geweld te zien. En hier zie je bijvoorbeeld een Duitse soldaat die een granaat gooit. Honger heeft niet echt van zulke spectaculaire duidelijke plaatjes. En als we al wel die plaatjes hebben, dan is het de vraag, willen we die wel laten zien? Hoe gaan we daarmee om? Nou, honger is dus een beetje ongrijpbaar. Het heeft vaak niet een hele duidelijke dader. Er is geen duidelijke tijdspanne en het heeft geen duidelijke spectaculaire plaatjes. En onze media die hebben moeite met die ongrijpbaarheid van honger. Nieuwsitems gaan vaak over spectaculair geweld. En als er iets herinnerd wordt, bijvoorbeeld 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog is afgelopen, iets dergelijks, dan gebeurt dat vaak aan de hand van plaatjes. Ik acht de kans bijvoorbeeld heel klein dat in deze kalender er een item over honger zal gaan. Die ongrijpbaarheid van honger maakt dat het soms heel lastig kan zijn om het te definiëren als geweld. Nou, en dit komt dus heel mooi naar voren in de casus Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog hadden de Duitsers honger. De Duitse landbouwsector was in verval en de infrastructuur was kapot door de oorlog. Duitsers in steden moesten het ongeveer doen met 1000 calorieën per dag. Nou, als je even
om een beeld te schetsen wat je dan ongeveer eet, dat zijn volgens zo'n rantsoen wat je dan kreeg, waren twee broodjes, twee sneetjes brood met een dun laagje margarine, twee aardappels en een lekkere lepel havermoutpap. En er zijn verhalen bekend dat in Hamburg mensen soms wel een kilo per dag afvielen. En dat vooral kinderen last hadden van het hongerödeem. Dus dan krijg je last van apathie, gezwollen buik, gebrekkige weerstand, etc. Nou, hoewel de geallieerde bezetters van het naoorlogse Duitsland rantsoenen uitdeelden, waren ze hier wel, hadden ze wel een beetje tegenzin, deden ze dit. Want natuurlijk, het waren juist die Duitsers geweest die ervoor hadden gezorgd dat heel Europa honger had zo ongeveer. En nog vele andere vormen van lijden hadden gekend. Dus de vraag is nu, kunnen we de Duitse honger als geweld zien? Sec gezien is dit een simpele vraag waarop het antwoord ja is. Als we de definitie van cynisme erbij pakken, dan was deze honger een sociaal proces waarin het handelen van meerdere actoren al dan niet opzettelijk schade of de dood veroorzaken. Dus deze honger heeft dan misschien wel niet een duidelijke dader. En de honger is ook niet doelbewust veroorzaakt. En er was sprake van collectieve schuld aan genocide en andere misdaden. Maar dat hoeft dus niet uit te maken om honger als geweld te zien, om deze honger als geweld te zien. Nou, die Duitsers zelf die hadden in deze periode niet zo heel veel moeite mee om hun eigen slachtofferschap en hun honger als geweld te zien. Ze waren voor hun voedsel afhankelijk van de geallieerden, dus al snel kregen Amerika, Sovjet-Unie, Frankrijk en Groot-Brittannië de schuld van de Duitse lege magen. En hier zie je dus dat een hongerperiode die veroorzaakt is door meerdere redenen, versimplificeerd wordt in het narratief erover. Het wordt een heel duidelijk dader- en slachtoffer-narratief. Nou ja, je kunt je voorstellen dat werkt natuurlijk een stuk beter om je punt te bewijzen dat jouw honger als geweld moet worden gezien. En hier zie je dus de politisering van die honger door dat eenzijdig gesimplificeerde narratief. En dit is belangrijk. Hoe we dus nadenken over geweld is dus verbonden met hoe we nadenken over onszelf. Direct na de oorlog zagen Duitsers zichzelf als slachtoffers van de oorlog. En dus kon hun honger gemakkelijk als geweld gezien worden. Nu, pak weg. Ik ben heel erg fanatiek met deze knoppen, zie ik. Ik ga wel gewoon verder. Pakweg 78 jaar later. Doet u het? Of doe ik het? Oh, die kant op. Of kan ik ook terug? Nee. In ieder geval, pakweg 78 jaar later, denken Duitsers er heel anders over. Want de Holocaust, je zag misschien net al het Berlin Memorial, als ik daar bijna ben. Ja. De Holocaust staat centraal in de Duitse herinnering en niet het Duitse lijden. Het Duitse lijden staat over het algemeen pas secundair aan de Holocaust. En hoezeer de herinneringscultuur invloed heeft op of we honger als geweld zien, kwam heel mooi naar voren tijdens een conferentie waar ik afgelopen herfst was. Ik was de enige niet-Duitser aanwezig bij een conferentie over het onderwerp honger als geweld. En ik bleek ook de enige te zijn die honger als geweld zag. Terwijl dit niet een heel onbekend statement is onder academici. Meer mensen vinden dit. Maar in de Duitse context bleek dit dus heel lastig te zijn. Het idee van Duits slachtofferschap van een Tweede Wereldoorlog context stond duidelijk in de weg om honger in general als geweld te zien. Want als honger geweld is, dan was ook Duitse honger geweld. En dat strookte dus niet met het idee van de norm van de Holocaust in de Duitse herinneringscultuur. Nou, dit voorbeeld laat heel goed zien waar we het afgelopen 10 minuten over gehad hebben. Wat we als geweld zien is niet alleen veranderlijk door de tijd heen, maar ook afhankelijk van de verhalen die we vertellen en de beelden die we daarbij gebruiken. Dank u wel, Anne of Maurik, voor uw verhaal dat
vast vragen oproept waar wij het over gaan hebben met elkaar straks. Maar voordat we dat gaan doen, geef ik het woord eerst aan Willem Elbers. Willem Elbers bekende tijdens de voorbereiding dat hij ooit begonnen is als historicus, maar na een jaar dat voor gezien hield. Hij is de sociale wetenschappen ingegaan, ontwikkelingswerk en heeft ook met zijn voeten in de modder gestaan, om het zo te zeggen. En zal van daaruit ook een geëngageerd verhaal houden over de hedendaagse situatie rond honger. Het woord is aan Willem Elbers. Ik was een jong ventje. Ik ben van het jaar 1977. Mensen die goed kunnen rekenen gaan dan nu denken, hoe oud is die gast nou eigenlijk? Bedenk me eventjes. Maar ik kan me heel goed herinneren dat ik voor de tv zat en dat ik Live Aid zag. Wie van jullie heeft dat toen meegekregen? Ja. En waar van jullie wie dat diepe indruk heeft gemaakt? Gewoon even gevoel krijgen? Nee? Een beetje? Één persoon? Eigenlijk de meeste mensen niet. Of de meeste mensen kennen je, of de meeste mensen dachten van, oh, het zou wel een beetje meevallen met het Live Aid. Ik was dus een jong ventje en ik vond dat echt, het was 1985, het maakte op mij hele diepe indruk. Hè? Hongersnood, Hoorn van Afrika, met name Ethiopië. En het was echt, zoals het ook later wel werd genoemd, een soort van die afbeeldingen van die kinderen met die hongerbuitjes, een soort van ontwikkelingshulp, pornografie, hè? Niet al te fijne beelden. Maar het was wel mijn eerste associatie met hongersnood. En dat is ook wel iets waar ik later vaker over heb teruggedacht, toen ik een keuze heb gemaakt voor mijn vak. Hè? Want ik heb me bij me laten gaan bekwamen in de wereld van ontwikkelingssamenwerking. Dus enerzijds ben ik altijd gefascineerd geweest door het begrijpen van ontwikkelingsprocessen. Hoe kan het nou bijvoorbeeld dat landen in Afrika of in Azië zoveel armer zijn en dat er zoveel ogenschijnlijke vanzelfsprekende dingen niet zijn. En wat kunnen wij dan vanuit het Westen, ook vanuit Nederland, wat doen? En dat beeld ook van die hongersnood was voor mij iets als kind, wat ik ook later meenam toen ik ging studeren en wat een rol speelde in mijn keuze om voor zo'n studie te gaan. Nou, ik ben misschien, denk ik, in tegenstelling tot de twee vorige sprekers voor mij, ik ben geen expert op het gebied van honger. Ik weet er wel redelijk wat van af, maar meer vanuit de perspectief van ontwikkelingssamenwerking. En het begrijpen van ontwikkelingsvraagstukken. Voor mij is het verweven in een proces van politieke, economische, sociaal-culturele processen in een land. En honger is daar een heel belangrijk, maar niet het enige proces wat een rol speelt en hoe een maatschappij zich ontwikkelt en welke mensen het daar goed afgaat en welke mensen worden buitengesloten of het juist heel slecht hebben. Ik heb ook een perspectief wat eigenlijk meer vertrekt vanuit ontwikkelingssamenwerking. Dus ik kijk meer vanuit noodhulp of specifiek voedselhulp. En de reden eigenlijk dat ik ook werd gevraagd om hier wat te vertellen was ook, volgens mij zoals Marcel het vertelde, Willem, kun jij het onderwerp hedendaagse honger niet ook plat slaan? Dat ga ik ook voor u doen. Dus ik kan echt een college van overgeven van een uur. Maar ik ga het voor u proberen kort, bondig samen te vatten. Allereerst, wie zijn de hongerigen eigenlijk? Momenteel op deze wereld, hè, 828 was de statistiek. Nou, dat zijn de statistieken van de FAO, van de VN. Nou, die statistieken moet je een beetje met een korreltje zout nemen, want neem een iets andere definitie en dan komt er weer wat anders uit. En hoe meet je dat dan precies? Maar het geeft wel een beeld aan. Dus momenteel ongeveer 10% van de wereldbevolking. Dat is natuurlijk ontzettend veel. Hè? Mensen die gewoon chronisch ondervoed zijn. Als we kijken hoe dat historisch is geweest, ongeveer 30 jaar geleden was dat percentage hoger, 15%. Dus het is de afgelopen 30 jaar gedaald. Hoe kan dat? Met name ook dat we zien dat in Azië, India, China, dat deel van de wereld, het aantal hongerige mensen is afgenomen. Dus een groot deel van de hedendaagse honger vind je nog altijd, of misschien nog steeds, in Afrika. En als je kijkt, wie zijn dan die hongerigen? Want je kunt niet alle mensen op één hoop gooien. Als er honger is in een land, betekent dat niet dat iedereen honger heeft natuurlijk. Dan zijn er nog steeds elites of een boel mensen die meer dan genoeg te eten hebben. Het zijn bijna altijd de allerkwetsbaarste mensen in de samenleving. Denk bijvoorbeeld hè, kinderen, mensen met een handicap, zwangere vrouwen, ontheemden. Ik raak wel aan conflict, hè, daar ga ik zo meer over vertellen. Maar dat zijn kwetsbare mensen. En dat zijn ook altijd de mensen die het meeste lijden hebben onder honger. Nou, oké, een beetje in beeld. Wat zijn dan die oorzaken van honger? Dat was eigenlijk wat ik net een beetje al aan suggereerde. Ik moet het plat slaan. Er zijn eigenlijk drie hoofdredenen in de literatuur te vinden over wat of het onderzoek
wat nou de hoofdoorzaken zijn van honger. En het eerste is eigenlijk een soort van containeroorzaak, waar heel veel meer kleine gedetailleerde factoren, oorzaken onder zitten. En dat is heel simpel, achtergebleven plattelandsontwikkeling in delen van Afrika. Gewoon delen van landen, hè, want delen van landen die niet ontsloten zijn, waar mensen in de periferie leven, je hebt daar meestal sprake van keuterboeren, mensen die of gezinnen die een paar hectare of een heel klein stuk grond hebben, bijna geen technologische hulpmiddelen hebben, geen veredelde zaden of weinig veredelde zaden, weinig kunstmest, gebrekkige infrastructuur, weinig toegang tot markten. Dat zijn de mensen waar als een keer dan de regen tegenvalt, waar er dan honger kan ontstaan. Dat zijn de mensen waarbij honger en ook echt iets seizoensgebonden is. Hè? Met de rondom de oogst is het dan gunstig als het dan goed is gegaan. En naarmate zeg maar, het seizoen verder vordert en er zijn geen gewassen die op dat moment paraat staan, dat er honger kan optreden. En wat je dus ziet is, en dat raakt een beetje aan het tweede punt wat ik wil maken. De afgelopen 20 jaar zien we dat deze groep mensen ongelooflijk veel harder is geraakt door honger dan daarvoor, ondanks het feit dat het procentuele aantal mensen, of het percentage mensen met honger in de wereld is gedaald. En het is simpelweg door klimaatverandering. En klimaatverandering heeft ongelooflijke impact door het feit niet alleen dat het droger wordt op grote delen van de wereld, dat hele stukken die voorheen vruchtbaar waren, nou eigenlijk gewoon te droog zijn om bepaalde gewassen te verbouwen, maar ook bijvoorbeeld dat regens, die altijd bijvoorbeeld op één specifiek aantal maanden kwam, dat die bijvoorbeeld gewoon niet meer komt of later komt. Dat er tornado's komen, dat er extreme weervarianten zijn, overstromingen. En je ziet gewoon dus dat die boeren die in een kwetsbare positie zijn door klimaatverandering, ja, gewoon echt nog kwetsbaarder zijn geworden. Een derde stuk, en dat zal u ook niet uit de lucht komen vallen, gezien het verhaal van mijn voorgangers, is conflict. Honger is een bedoeld of onbedoeld gevolg van conflict. Niet alleen dat mensen letterlijk minder voedsel kunnen produceren, dat het wordt verstoord door oorlogshandelingen, maar ook simpelweg vluchtelingenkampen. Als je kijkt naar vluchtelingenkampen, dan is het heel vaak niet goed geregeld. Er zitten honderdduizenden mensen op elkaar, vaak gebrekkig of eenzijdig voedsel, en je ziet ook gewoon dat daar echt ontzettend veel honger wordt geleden. Nou, deze drie. Er zijn er veel meer te verzinnen. En ik kan ook toevoegen bijvoorbeeld dat COVID heeft echt wel een grote bijdrage geleverd. Hè? Misschien heb je er niet bij stilgestaan, maar COVID bijvoorbeeld heeft ertoe geleid dat er in grote delen van de wereld economische krimp is geweest de afgelopen jaren. En het heeft gewoon simpelweg tot geleid dat meer mensen in de armoede zijn gekomen en daardoor weer meer mensen gewoon geen toegang hebben gehad tot fatsoenlijk of genoeg voedsel. Nou, andere dingen, bevolkingsgroei, andere oorzaken. We kunnen ons van alles bij voorstellen, maar ik had beloofd aan Marcel dat ik me zou beperken tot een verhaal over drie oorzaken. Voor mij is eigenlijk de interessante vraag, zijn wij vanuit het Westen, het rijke Westen, misschien zelfs van Nederland, mede verantwoordelijk voor die honger, bijvoorbeeld in Afrika? En dat is eigenlijk een hele interessante vraag, behalve dan, het is natuurlijk nare materie, maar het is een interessante vraag die voor mij heel erg dicht aanschurkt tegen de vraag, zijn wij verantwoordelijk vanuit het Westen voor de onderontwikkeling bijvoorbeeld van Afrika. Het is hetzelfde soort dynamieke processen, factoren. Ik ga dat aan u uitleggen. Er zijn tenminste drie hele belangrijke historische redenen te bedenken. En die worden ook in onderzoek vaak opgevoerd om te zeggen, ja, wij hebben als Westen een rol gespeeld bij het creëren van een voedingsbodem voor honger in de wereld, waaronder in Afrika. Eerst is het natuurlijk gewoon kolonisatie. Om het maar eens even plat te zeggen, Afrika, er gebeurde van alles. Europese mogendheden kwamen in, trokken daar grenzen, kwamen daar grondstoffen weghalen. En er gebeurde van alles met slavernij, ja, dat hele verhaal. Ik kan er van alles over vertellen, maar de essentie is, wat ze daarachter lieten was niet echt een basis voor politieke stabiliteit. Er waren geen vrolijke democratieën die daar lokaal waren geworteld. Dus een grote rode draad bijvoorbeeld in heel Afrika is een erfenis van instabiele politieke regeringen. En misschien ook wel van regeringen die het niet al te nauw namen met een deel van de eigen bevolking, die misschien ook niet van de eigen etniciteit was. Je kunt je iets bij voorstellen. Een infrastructuur, ook economisch gezien, die was gericht op de extractie van grondstoffen. Op het naar buiten brengen, ook van voedsel.
Dus minder ook gericht op het welzijn van de eigen bevolking. Nou, daar kunt u zich iets bij voorstellen, denk ik. Het tweede punt. En dat is met name iets wat in de jaren 80 echt een groot ding was. We hebben, en ook Nederland heeft daaraan bijgedragen, we hebben vanuit het Westen ontzettend veel steun betuigd. We hebben eigenlijk gewoon corrupte regimes in het zadel gehouden. Regimes die hebben bijgedragen aan hongersnood. Denk bijvoorbeeld aan Mugabe in Zimbabwe, waar honger was. Denk aan Ethiopië. Denk aan Soedan. Allemaal plekken waar wij geopolitieke belangen hadden en mensen in het zadel hielden die het niet altijd nauw namen met hun eigen bevolking en honger ook inzetten. Derde punt, en dat is onder andere mijn vak ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingshulp. Misschien kennen jullie wel de Wereldbank, maar ook het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. In de jaren 80 was de grote vloedgolf van het neoliberale denken. Afrikaanse landen die geld wilden lenen of misschien zelfs giften wilden ontvangen, ontwikkelingshulp, werden gedwongen om hun economieën te liberaliseren, maar ook open te stellen voor buitenlandse handel. En wat gebeurde er onder andere? Zaken die eerst door de staat werden geregeld, bijvoorbeeld de distributie en verkoop van kunstmes, van zaden, werden aan de vrije markt overgelaten en dat heeft onder andere volgens vele onderzoekers bijgedragen aan de opvlamming van honger in bepaalde delen van Afrika. Ondanks misschien goede bedoelingen op papier is het daar minder goed uitgevallen in de praktijk. Maar ook heden speelt er nog van alles. Waarvan je echt wel kan zeggen dat wij ook vanuit Nederland bijdragen, indirect of direct, aan de honger bijvoorbeeld in Afrika. Het eerste is... We hebben bijvoorbeeld internationaal en ook Nederlands, Nederland draagt eraan bij, we hebben handelsbeleid. We dumpen bepaalde voedingsproducten, bijvoorbeeld Amerika heeft er helemaal een handje van, graan, overtollig graan op de Amerikaanse markt, wordt om de prijs daar hoog te houden, wordt gedumpt, opgekocht en gedumpt in Afrika. Even heel zwart-wit gezegd, maar u stelt zich daar iets bij voor. Tariefmuren. Het is voor bepaalde producten is het lastig om vanuit Afrika producten voor een fatsoenlijke prijs in te kopen en ook lastig om ze voor een goede prijs te verkopen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Misschien hebben jullie wel eens gehoord van landgrabbing. Grote bedrijven die hele stukken land opkopen, landbouwgrond, geschikte grond om bijvoorbeeld grondstoffen voor de eigen producten die worden geëxporteerd naar het Westen op te verbouwen. Maar ook, misschien heb je wel eens gehoord van het bedrijf Cargill, die laatste vorig jaar recordwinst gemaakt. Dat is een van de grootste graanbedrijven in de wereld. Dat is een bedrijf wat een slaatje heeft geslagen uit de oorlog uit Oekraïne. Recordwinsten, gespeculeerd met graanprijzen. Er is meer dan genoeg graan in de wereld, alleen het komt niet op de juiste plek, nog steeds niet. En tenslotte het derde punt, en dat is klimaatverandering. Daar dragen we met z'n allen aan bij. De manier hoe wij consumeren, hoe wij onze energie produceren, et cetera, de uitstoot. En het zijn allemaal dingen, denk ik, waar wij een verantwoordelijkheid in hebben. En ik ben ook heel benieuwd hoe jullie erover denken. Zien jullie deze vormen, deze oorzaken van honger, ook als een vorm van geweld? Ik ga het graag van jullie horen. Dank je wel. Dankjewel voor inderdaad actualiserende en ook provocerende verhaal. Ik nodig de sprekers graag uit naar voren te komen. En ja, met elkaar in gesprek te gaan over drie toch behoorlijk verschillende verhalen. Laten we het zo zeggen. Verschillende invalshoeken, perspectieven. Mag ik beginnen bij uw verhaal? Het kijken naar het verleden. In het geval van Oekraïne wordt enorm bepaald door de actualiteit. U hebt een paar foto's van presidenten laten zien die op een heel andere manier met het verleden omging. Dat lijkt me, nou bent u geen historicus in de strikte zin van het woord, maar er zitten allemaal historisch geïnteresseerde mensen in de zaal. Het lijkt me eigenlijk onmogelijk als historicus om dan je werk nog goed te doen als een thema zo zwaar gepolitiseerd is. Ja, dat klopt denk ik ook wel deels. Ik moet daar wel bij vertellen dat onderzoek naar de hongersnood zich al langer afspeelt dan onafhankelijkheid in Oekraïne. Dus je hebt in Noord-Amerika een hele grote Oekraïnse diaspora die
maar onderzoek naar de hongersnood al langer op de kaart zet. Dus vooral in de jaren 80 heb je echt een aantal hele grote onderzoeksprojecten vanuit Noord-Amerika. Toen was de hongersnood ook al zeer gepolitiseerd. Dus je had ook al wel binnen gemeenschappen dat als je bijvoorbeeld zegt het is geen genocide, dan word je natuurlijk een Sovjet-liefhebber genoemd. En als je het wel een genocide noemt, dan ben je een vieze nationalist. Maar er is echt onderzoek gedaan voordat de politisering in Oekraïne. In Oekraïne zie je ook dat er echt je hebt echt hele ontwikkelde, heel ontwikkeld historisch onderzoek hierna. Wat niet zo gepolitiseerd is, wat echt de kans heeft gekregen om de archief in te gaan. En je hebt mensen die onderzoek doen vanuit nationale herinneringsinstituten, die meer de lijn van de overheid inderdaad. Ja, maar er is een basis van enigszins betrouwbaar onderzoek. Zeker, ja. Waar we dan ook de politiserende tendensen tegen kunnen afzetten. Ja. En daar gaat uw proefschrift dan zo mooi over. Ja, en daarin ben ik dus geen historica, want ik ga niet die archieven in, maar ik probeer wel ergens een lijn te achterhalen van wat wordt er gepolitiseerd en waarom. Ja. Ja, waar weken ze echt af van de werkelijkheid? Ja. En die 7 miljoen, dat is een beetje overdreven, want het waren maar 4 miljoen, om het zo te zeggen. Ja, ik zou geen maar zeggen, 4 miljoen is echt extreem veel. Ja. In Duitsland is een heel ander narratief, maar ook daar lijkt me toch dat ook de blik op het verleden en de mogelijkheden om in kaart te brengen in nuchterheid wat in het verleden gebeurd is, belast wordt door de huidige perceptie. Ja, dat klopt. Je ziet door de tijd heen dat die honger gepolitiseerd wordt, maar ook geïnstrumentaliseerd. Wat leuk is denk ik om te vertellen dat in de Koude Oorlog werd in Oost-Duitsland die honger, de schuld lag bij het kapitalisme. En in West-Duitsland werd de schuld gelegd bij het communisme. En je ziet nu dat na de val van de muur, zie je dat het die discoursen niet helemaal weg zijn, eerlijk gezegd. Want het West-Duitse verhaal moet nog steeds verteld worden vanuit het idee van, we hadden honger, maar toen was er democratie en een liberale economie. En dat was heel erg belangrijk voor de totstandkoming van het huidige Duitsland. Dus dan zie je dat het nog steeds geïnstrumentaliseerd wordt op die manier. En er zijn ook nog wel kwesties te verzinnen waarin honger ook niet altijd binnen dat kader van de norm van de Holocaust waar ik het net over had gezien wordt. Dus dat het nog steeds wel bijvoorbeeld de honger van de vertriebenen, de expellees, de mensen die vanuit Oost-Duitsland naar de huidige grenzen van Duitsland trokken. Enorm veel vluchtelingen, waar we tijdens het eten eigenlijk ook al even over hadden. Die hadden heel erg honger, hebben heel erg geleden tijdens die reis. Maar hun honger wordt compleet niet gelinkt aan dat idee van een collectieve schuld voor de Holocaust bijvoorbeeld. Dus dat staat daar helemaal los van. Ja, en hoe gaat het dan, dat het er helemaal los van staat? Ligt dat eens uit? Nou, de honger van mensen, Duitsers in steden bijvoorbeeld, dat wordt helemaal binnen een narratief verteld van Duitse schuld, van Duitse verantwoordelijkheid voor de Holocaust. En dan heb je bijvoorbeeld soms zo twee hoofdstukken. Ik bestudeer schoolboeken. Als je zeg maar wil weten hoe de natie wil dat haar volk denkt, dan de norm en waarde van dat volk, dat wordt vaak door schoolboeken, staat in schoolboeken. En die verhalen over de vertriebenen bijvoorbeeld, dat staat soms een paar hoofdstukken later. Dat wordt compleet vanuit een slachtoffernarratief verteld, zonder ergens een verantwoordelijkheid, dat te linken met een verantwoordelijkheid voor de Holocaust. Ja. Ik wilde op dat slachtofferschap straks nog even terugkomen. Maar eerst wilde ik een andere thematiek aanspreken die door de drie verhalen eigenlijk heen loopt. En dan ga ik eerst even naar mijn linkerbuurvrouw. Honger als geweld. Die laatste foto's die u liet zien, die foto's aan de voor onze rechterkant, daar zag je voor de zaal rechterkant, daar zag je het geweld in aanwezig. En dan worden die foto's aan de andere kant ook duidelijk, dat was Stalin geweld wat achter die honger zat. Maar dat zie je niet als je alleen die oude man op straat ziet liggen. Dus in die zin, honger is een vorm van geweld, maar waarom komt het dan toch niet dat het zo vaak, want ik vond het wel overtuigend zoals je dat presenteerde, hoe komt het dan toch dat honger niet zo vaak niet als geweld wordt gezien? Ja, dat is natuurlijk echt een hele grote vraag. Ik denk dat veel van het project waar wij aan verbonden zitten daarover gaat. Ik denk dat wat in mijn verhaal terugkwam, wat Anne ook aanstipte, is het is niet spectaculair. Dus hoe wij over geweld nadenken is heel spectaculair.
Bominslagen, geweerschoten. En om dat in een afbeelding of een verhaal over honger te laten zien, is veel moeilijker. En ik, over die foto's van de Holodomor naast elkaar, dat is natuurlijk wel... Ik, een jaar geleden ongeveer was ik op een conferentie en toen liet iemand anders ook die foto's naast elkaar zien. En natuurlijk de historici werden daar meteen heel boos van. Want je vergelijkt dingen die eigenlijk niet te vergelijken zijn. Je haalt dingen door elkaar. Dus het, ik zie het als een soort... kunst niet, maar een soort van visuele manier om iets aan te kaarten. Maar ik denk wel dat je heel voorzichtig moet zijn om natuurlijk het verleden en het heden zo naast elkaar neer te leggen. Maar het laat dus zien dat... het helpt dus met het zien van honger als een geweld, ook als je eigenlijk niet een dader in beeld kan brengen. Ja. En mijn rechterbuurvrouw heeft verteld dat je met zo'n perspectief zelfs de enige op een hele conferentie kunt zijn. Dus u bent het heel erg eens met. Maar ik ga even naar meneer Elbers, want als we dit zo op uw verhaal leggen, dan zijn wij als het Westen dus structureel, chronisch, eeuwenlang gewelddadig. Ja, het is best confronterend, ook die gedachte. Ook op deze manier. Ja, ja. En wat het interessante is, en dat is wanneer je eigenlijk het frame van voedselhulp en ontwikkelingssamenwerking legt op deze discussie, dan zie je iets heel interessants, en dat realiseerde ik me net. Dat is dat wij eigenlijk werken, of constant ook worden gebombardeerd ook in onze samenleving, met een heel ander frame. Wel een frame met slachtoffer, maar slachtofferredder. Mm-hmm. En we hebben hier te maken met slachtofferdader. En dat is dus fascinerend, hè? Dus de blanke, bijvoorbeeld de blanke hulpverlener die een ondervoed kind helpt. Dus, en dat binnen ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingsbeleid, ontwikkelingsorganisaties, vaak ligt de neiging om te kijken, oh ja, er is daar een probleem, ook met honger. Maar we kijken niet naar onszelf en onze eigen aandeel erbij. Onze overheid doet dat bijvoorbeeld ook niet. Dus dat je naar je eigen rol kijkt, dat is heel oncomfortabel, dat doe je liever niet. Je zet liever bijvoorbeeld in op de technische oplossingen, onderzoek naar betere zaden of betere kunstmest. Dus die verkenning van die rol als dader in de context van voedsel, die zie je niet in het huidige debat. In ieder geval niet in Nederland. Nee, ik denk, dus, als ik daar iets aan mag toevoegen, denk ik bijvoorbeeld dat deze foto die we nu zien eigenlijk daar ook een heel goed voorbeeld van is. Want je ziet open handen, je ziet eigenlijk ook zeg maar geen gezicht, je ziet niet een subject, je ziet een vraag, een vrij passief soort slachtofferschap. En verder zie je niks van de situatie. En veel van de beelden, maar ook bijvoorbeeld de monumenten van hongersnoden die we zien, zijn dit soort beelden, omdat dit roept natuurlijk op om te geven. Op die manier is het effectief. Je wilt waarschijnlijk geven, het is een kind, de handen open, kinderen onschuldig, je wilt daar wat mee. Maar het dwingt je niet om na te kijken hoe die situatie ontstaat. Ik denk dat dit is een soort, natuurlijk een foto, een klassieke foto, het over hongersnood gaat. Maar gaat u dan ook zover om te zeggen, door te geven houd je indirect ook het systeem in stand, want de echte problemen worden niet geadresseerd? Nou ja, ik denk door te werken met een frame van redder-slachtoffer, dat is een comfortabel frame waarin je goed voelt als je geeft. Maar je hoeft niet na te denken over wat er echt aan de hand is. En dat is natuurlijk in die zin ja, want door daarmee bestendig je het systeem. En het systeem, eigenlijk als we werken met de definitie van jou, het systeem doet geweld aan. Ja, ja. En in de literatuur wordt ook al jarenlang gesproken over vormen van structureel geweld. Nou, dan zou honger zou dan een vorm van structureel geweld kunnen zijn, maar toch even... voordat we over hele abstracte termen gaan praten. Wat winnen we er nou mee, in bijvoorbeeld de problematiek waar u het over heeft, door te zeggen, honger is een vorm van geweld. Wat hebben we dan gewonnen? Want ja, dan gaan we het ene woordje voor het andere woordje inwisselen. Nou ja, so what? Dat is voor academici misschien interessant, maar de mensen in de zaal, misschien ook wel academici, maar goed, die hebben niks meer. Maar wat wint u er nou mee door het als geweld te beschrijven? En natuurlijk kom ik zo meteen ook bij u terug met die vraag. Je wilt specifiek de Oekraïnse casus? Ja. Ja. Wat win je daarmee? Oh ja, interessante vraag. Nou, ik denk dat wat je ermee wint is om iets zichtbaar te maken. Dus zeg maar in het geval van Oekraïne, je hebt geen smoking gun. Er is geen papier waarop Stalin heeft geschreven, laten we die Oekraïners verhongeren. Dus je moet het in het beleid zoeken in een ander soort paranoïde van hem, een obsessie met Oekraïne die je wel kan traceren. Maar door dit als geweld te bestempelen, kan je dus hopelijk helpt dat met de mechanismes erachter blootleggen. En het is ook herkennen in de toekomst. Denk ik, zoals je met elke vorm van geweld, mensenrechtsschendenis,
daar eigenlijk meer over wilt leren om de beginstappen op andere plekken te herkennen om dan dat tot een halt te roepen. Ja, zoals in de casus van de huidige ontwikkelingssamenwerking, de grotere patronen komen op het spoor door ook de geweldsmechanismen daarachter te adresseren. Mag ik erop inhaken? Want ik vind het... Ja, maar zeker krijgt Anna ook nog de beurt. Maar ja, goed. Ja. Het fascineert me die vraag. Kijk, het gaat er natuurlijk om van dat je de realisatie dat je mede onderdeel bent van het probleem. Bijvoorbeeld grote landbouwbedrijven zijn onderdeel van het probleem van honger in Afrika. En ze kunnen natuurlijk gemakkelijk zeggen, ja, maar het is niet onze intentie dat het gebeurt. En dat is natuurlijk nou net, met deze definitie, zeg je van ja, luister, het is misschien niet je intentie, maar dit is wel wat er gebeurt. En daarmee maak je het een vorm van geweld. Ik vraag me af of dat, ja, ik denk wel, het zet de boel wel op scherp. Nou, laten we dan eens even naar de spreker gaan die eigenlijk dit frame het meest nadrukkelijk heeft gepresenteerd, via ook een prachtige definitie. Dank je wel ervoor trouwens. Geweld associëren we toch vaak met intentie. Engels onderscheid tussen force, kracht en violence, heel bewust toebrengen van schade aan iemand. In die definitie van u was sprake van mensen die van unintended of intended manier slachtoffer worden van iets. Dus bij u is die intentie dan niet zo belangrijk. Maar dat is toch een onderdeel van het geweld, dat er een intentie is om schade te doen? Ja, je hebt in de geweldstheorie heb je een smalle en een brede definitie van geweld. En je hebt mensen die de brede en mensen die de smalle definitie aanhangen. Het idee met zo'n werkdefinitie, het is dus ook niet een final definitie, want dat kan niet, want iedereen heeft een andere definitie van geweld. Het is alleen handig om een definitie te hebben, zodat we met z'n allen een soort van weten waar we het over hebben. Ja, en u bent er vanavond om te zeggen dat uw definitie de beste is. Ja, nou, dat is niet mijn definitie. Sinisa Maleshevich heeft deze definitie verzonnen. En het idee is dat als je alleen maar naar de smalle definitie van geweld kijkt, dus dat is met intentie en duidelijk daderschap, en fysiek geweld, wat fysiek op je lichaam effect heeft en gezien kan worden. Dan mis je eigenlijk 90% van het geweld wat er op de wereld gebeurt. Dus daarom zou ik suggereren dat we beter leren hoe geweld werkt. En precies ook wat Charlie net zei, ook toekomstgericht. Als we die brede definitie, wat jij ook al zei, brede definitie gaan verzinnen. Want dan kan je kijken, hoe wordt armoede gecreëerd? Welke structuren dit dragen bij aan dat sommige mensen in een hele kwetsbare positie terechtkomen? En dan kun je bijvoorbeeld ook, ik noem maar iets als de toeslagenaffaire of iets dergelijks. Ik wil niet zeggen dat daar per se honger van kwam, maar dat creëert wel armoede. Dat creëert wel dat mensen in een financiële lastige situatie terechtkomen. En dat is natuurlijk... Niemand had de intentie, denk ik, om die mensen een moeilijke situatie te geven. Duidelijk dader is er niet. De Belastingdienst is ook mega saai. De plaatjes zijn waarschijnlijk nog saaier. Het voldoet aan al die dingen waarom we zeg maar niet dit als geweld zouden zien. Terwijl het wel degelijk schade aan zorgt voor schade bij gezinnen. Ja. Ja, ook hier weer, door het als geweld omschrijven, kom je de structurele mechanismen erachter beter op het spoor. Ja. We hebben het over toeslagen ver gehad. Gaan we het even over Duitsland naar de Tweede Wereldoorlog hebben. Weet u nog meer van? Ja. Wat winnen we specifiek in die discussie daarover, door ook de honger die er toen was, als een vorm van geweld te bestempelen? Want geweld omdat de geallieerden niet genoeg kerstpakketten sturen? Of... Ja, ik denk dat we eraan winnen dat we het kunnen zien als een sociaal proces. En wat mij opviel bij die conferentie waar ik was, is dat daar het idee, dus onder wetenschappers die hier heel veel van weten, maar die opgegroeid zijn in de Duitse cultuur, dat die honger, of die Duitse honger in ieder geval eigenlijk, zien als, dat moeten ze een hele duidelijke dader hebben. En dat kan niet, want wij zijn de daders van de Tweede Wereldoorlog en van de Holocaust. Dat is natuurlijk zo beladen. Terwijl als je eigenlijk dat probeert weg te denken en dan kijkt SEC naar dat honger een sociaal proces is met meerdere factoren, dat nalatigheid daar ook een factor in kan zijn, dan leren we veel beter hoe die honger destijds is ontstaan. En aanhaakt op wat jij ergens al zei, van dat het dus ook gewoon uit conflict komt. Maar dat wil niet zeggen dat er geen mensen niet, dat er geen verantwoordelijkheden waren. Er kwam bijvoorbeeld best wel laat hulp. Zoiets dergelijks. Of je kan ook zeggen dat de Duitsers gedeeltelijk zelf verantwoordelijk waren voor die honger. Maar het is denk ik interessant om te kijken, waar liggen verantwoordelijkheden? Ja, en u zegt dat dus de Duitse schuldbesef van de Tweede Wereldoorlog belemmert hen om hun eigen honger na de Tweede Wereldoorlog in een juist perspectief te zien.
Mag ik het zo? Ja, in deze conferentie. Ik zou daar zelf meer onderzoek naar doen als ik hier dit wetenschappelijk in een artikel zou zetten. Maar je merkt bij mensen dat de Duitsers zelf het moeilijk vonden om zo op hun honger... Want ze hadden het toch verdiend, want zij waren zelf schuldig aan het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dan moet je ook de gevolgen daarvan. En dat in dat verhaal, het onderscheid tussen de vertriebenen die uit het oosten kwamen, massaal en door Duitsland heen trokken... En de mensen die al in Duitsland woonden, wat was dat dan voor onderscheid wat betreft het slachtofferschap? Deze vertriebenen worden gemaakt tot ultieme slachtoffers. En het idee van ultieme slachtoffers is dat ze eigenlijk niet ook dader kunnen zijn. Terwijl die vertriebenen wel degelijk waren, ik weet het niet, in Sudetenland bijvoorbeeld 80% had wel degelijk op de NSDAP gestemd. Dus ze hadden wel degelijk meegewerkt aan dat Hitler aan de macht is gekomen. Daar zitten ook verantwoordelijkheden. Als jij misschien wel de grootste antisemieten in de tijd. Dat zou ik niet durven zeggen. Ik denk gewoon dat het interessant is om te kijken dat wie worden tot de ultieme slachtoffers gemaakt en wie niet. Oké. Goed. Zaal. Wie? Van u. Ik moet heel... Ja, kijk, gelukkig gaat het licht nu een beetje aan. Ik kijk belangstellend naar handen. Bent u zo door de historische kennis en de sociaal-wetenschappelijke kennis platgeslagen om maar een woord van Willem Elvis te gebruiken? Dat u hier even hiervan moet bijkomen. Ja, de eerste rij? Ja, vooraan. Er komt een microfoon. Niet een microfoon, komt naar u toe. Er komt iemand naar u toe met een microfoon. Ja, dank u wel voor de interessante bijdrage aan de discussie. Ik had een vraag over Oekraïne. Ik vroeg me af welke rol de Holodomor speelt in het actuele onderwijs in Oekraïne. Is dat een narratief wat de verzelfstandiging van de staat moet versnellen? En hoe speelt dit een rol in die collectieve herinnering? Ja, dank je wel. Bestudeer zelf geen schoolboeken, dus ik moet me dan beroepen op werk wat ik van anderen weet. Volgens mij kan je zien dat sinds 2014 er best wel veel is veranderd. Ook door de annexatie van de Krim en de oorlog in Donbass. Daarvoor kon je eigenlijk ook altijd wel zien dat ook in het onderwijs de verschillende regio's in Oekraïne, dat ook best wel verschilt welke rol de Holodomor speelt. Dus zonder het veel te complex te willen maken, maar je ziet dat voornamelijk in centrum en West-Oekraïne de Holodomor eigenlijk over het algemeen meer als een genocide werd gezien en dat in het oosten en zuiden van Oekraïne dit verhaal of deze interpretatie minder dominant was. En dus ook dat in het onderwijs volgens mij daar ook verschillen in zaten. Sinds 2014, sinds Oekraïne dus eigenlijk al belegerd of aangevallen is door Rusland, wordt het wel steeds breder gedragen dat het een genocide is. Je ziet echt onder Yushchenko, dus sinds 2005, dat hij het echt in heeft gezet, van bovenaf naar beneden, eigenlijk alle lagen van de maatschappij, van de Holodomor herenigt Oekraïne, het lijden, dus Oekraïne dan ook als een land. Wat dus ook niet altijd werkte, want die interpretatie wordt helemaal niet per se door iedereen in Oekraïne gedragen. Dus er was ook verzet tegen. Je ziet ook in musea bijvoorbeeld dat musea in het oosten van Oekraïne wel de Holodomor noemen, maar dan waarschijnlijk ook geen Holodomor noemen en het ook inderdaad een Sovjet-tragedie noemen. En dat musea in het westen en in het centrum van Oekraïne veel meer de genocide, deze ook dus daarin doseren aan de bezoekers. Ik weet niet of dat uw vraag zo beantwoord. Ja. Een mooie vraag, ook tegen de achtergrond van wat werd gezegd. Als je wilt weten hoe een land terugkeert op het verleden, moet je de schoolboekjes van het land eens nakijken. Meneer Elbers, u hebt een prachtig verhaal gehouden. En vanuit dat verhaal wordt u nou gebeld door het ministerie van Onderwijs of u de schoolboekjes voor de komende 10 jaar even wilt herzien. Wat zou u dan veranderen in de huidige schoolboekjes om meer uw verhaal te laten doorklinken? Nou ja, in mijn verhaal ging ik in onder andere op de oorzaken natuurlijk van hedendaagse honger. En ik gaf aan, ik schetste 6 hoofdoorzaken, waarvan waren er 3 historisch. Ik denk dat historisch besef, ik klink als een historicus haast. Maar doe maar, ja.
Ik bedoel, historisch besef is heel belangrijk. Ik zou dat stukje geschiedenis van onze koloniale tijd, ja, dat moet iedereen weten. Dat vind ik gewoon erbij horen. Maar ook om te beseffen, met betrekking tot de vraag van wat zijn onze, ja, waar kunnen wij verantwoordelijk voor worden gehouden? Er zit ook een stukje moreel, hè? Dat hangt ook af van je eigen waardekader. Of je vindt dat wij vanuit solidariteit of andere normen waarden een verplichting hebben om te handelen. Maar hoe dan ook, ik zou een stukje historisch besef zou ik zeer zeker doen. Ik zou ook stilstaan bij de hedendaagse structuren, die ongrijpbare structuren. En dat is super lastig. Het is super lastig al voor wetenschappers om het goed in kaart te brengen. Dus we hebben iemand nodig die het heel goed kan platslaan en het goed kan uitleggen. Nou, ik zou een goede kandidaat zijn. Dat weet ik niet, maar en die het gewoon feitelijk kan zeggen zoals het is, met een aantal hele goede voorbeelden. Ja. Voorbeelden bijvoorbeeld hedendaagse handel, waarin we gewoon helder wordt en waarin we eigenlijk. Voor mij gaat het ook om het denormaliseren van het idee dat we, ja, dat het normaal is, bijvoorbeeld dat bedrijven gewoon land kunnen, een grote deel van land kunnen opkopen in Afrika en daar gewoon hun ding mee kunnen doen zonder na te denken of wat daar de maatschappelijke effecten van zijn. Dan zijn we in een transitie naar meer duurzaamheid, maar ja, nog steeds gebeurt het op hele grote schaal. Het is nog steeds niet de norm dat we dat vinden dat niet hoort. Ook al is daar geen intentie om slecht te doen, we doen het. Ja. Dus neem je verantwoordelijkheid. Ja. Ja. Mevrouw van Maurik, hebt u ook gekeken naar de Duitse schoolboekjes door de decennia heen? Of, ja? Ja. En vertelt u, wat treft u daar voor ontwikkeling aan? Nou, wat ik wel net die vraag daarop aanhaak, het is eigenlijk wel interessant, denk ik, dat als je kijkt naar wat ik in schoolboekjes zou zien, is dat ten eerste heb ik het idee dat Duitse schoolboeken, als het gaat over honger in de Tweede Wereldoorlog, of net na de Tweede Wereldoorlog van Duitsland, dat veel complexer is weergegeven dan honger van veel andere naties. Bijvoorbeeld de Ierse hongersnood, waar daar een specialist zit. En dat komt denk ik door dat proces wat Duitsland heeft gehad over het erkennen en de verantwoordelijkheid nemen voor het verleden. En wat wel grappig is, denk ik, is dat je dat dus, daar zie je dus hele complexiteit in die schoolboeken. Dus kinderen van alle leeftijd krijgen echt al mee hoe daderschap en slachtofferschap werkt. Hoe geweld ontstaat, hoe collectief, wat collectieve schuld betekent, et cetera. Maar als je het dan hebt over de Eerste Wereldoorlog, wat absoluut niet die heendenkerscultuur heeft. Er is geen holocaust, er is niet zoiets zwaars gebeurd. Dan zie je dat Duitsers eigenlijk daar best wel een slachtofferperspectief in aannemen. Want Duitsers hadden destijds heel erg honger in de Eerste Wereldoorlog. Maar heel veel andere mensen in Europa ook, door Duitsers, die dat hadden gedaan, zeg maar, die dat veroorzaakt hadden. Dus je ziet dus hoe zo'n herdenkingscultuur een enorme kracht bij kan zetten aan hoe complex geschiedenisboeken ook zijn. Ja, ik zat de vraag voor jou. Ik vond dat ik hem net niet helemaal goed beantwoordde. Lastige vraag. Nou, in de herkansing. Ja. Ik vind ook, ik bedoel, niet de mensen te beleren, maar ik vind ook, we hebben allemaal een verantwoordelijkheid ook als individu. Dus wat kun je als individu doen? Ik denk dat je daar ook met jongeren en kinderen het gesprek over moet voeren. Dat je je verantwoordelijkheid neemt. En, ja. Dus er moet ook een apart schoolboekje over verantwoordelijkheid komen. Nee, maar ik wil het punt wat je maakt van door mee te doen aan een systeem wat eigenlijk structureel geweld aan het bestendig je hebt. Daar moeten we het gesprek over voeren met elkaar. Dat is heel ingewikkeld, maar dat moeten we gewoon doen. Ja. Ik denk, als ik daaraan mag toevoegen, ik denk dat weer het zien van honger als een vorm van geweld, dat daarbij helpt. Want we zien, wat jij wel zei, soms is het een oogst die mislukt, waardoor mensen honger lijden, maar heel vaak zijn het politieke keuzes. En dus niet de keuze, wij gaan die groep verhongeren, maar de keuze, we hebben hier voedsel, waar brengen we het heen? Want in principe is er genoeg voedsel, dus het gaat om keuze en distributie. Dus als je honger als een vorm van geweld ziet, dan leg je dus dat, wat we echt steeds zeggen, meer bloot. En dat zou dan mooi ook in een schoolboek kunnen, dat het niet altijd een noodlottige natuurramp is, maar keuzes. Wij blijven op de eerste rij een vraag stellen. Wie komt een microfoon van de andere kant? Dankjewel, ook voor de mooie presentaties. Ik had een vraag voor Willem Elbers. Aan het eind begreep ik dat de conclusie is dat wij mede verantwoordelijk zijn ook voor blijvende hongersnood in grote delen van de wereld. En de vraag is tweeledig. Betekent dat we meer ontwikkelingshulp moeten blijven sturen of een ander type ontwikkelingshulp?
En daarbij was ik ook nieuwsgierig naar uw rol als wetenschapper. Waar gaat die over in de rol van activist? Is dat ook een rol die u op zich neemt? Of zijn er toch duidelijke scheidslijnen aanwijsbaar? Maar als u zo duidelijk op die ethische verantwoordelijkheid wijst, kan ik me voorstellen dat dat ook een actievere rol in maatschappelijke debatten hierover vraagt. Dus daar was ik nieuwsgierig naar. Wat een mooie vragen. Ja, ik denk dat het meer ontwikkelingshulp in die zin bijvoorbeeld. Hè, ik zei bijvoorbeeld in mijn verhaal, toen ik het plat sloeg naar de drie hoofdoorzaken. De eerste is achtergebleven plattelandsontwikkeling. Ja, daar kunnen we wat aan doen. En ja, we kunnen wat aan doen aan ontheemde in vluchtelingenkampen en misschien vluchtelingen opvangen en misschien met diplomatie. En ja, we kunnen wat doen met ontwikkelingshulp gericht op klimaat en klimaatadaptatie. Ik vind vooral ook echt dat we ook moeten kijken naar internationale handelssystemen. En dat we daar, echt grotere stappen op moeten nemen. Dat ontwikkelingshulp dus niet alleen moet gaan om, daar is een probleem en daar gaan ze het oplossen. Nee, dat is een globaal probleem. En we gaan ook naar onszelf kijken wat ons aandeel is in het probleem. Ik denk dat we dat meer moeten inzetten. En dat is natuurlijk politiek de meest onwenselijke boodschap. De boodschap dus dat we ook misschien maatregelen nemen die ons eigen bedrijfsleven nadelig zou kunnen zijn. Deels antwoord. Die tweede vraag is, vind ik echt fantastisch. Wat is mijn rol als wetenschapper? Ik heb altijd geprobeerd in mijn loopbaan tot nu toe om een brug te slaan. Dus ik vind dat je verantwoordelijkheid moet nemen. Ik denk dat het is supergoed dat er wetenschappers zijn die gewoon vooral heel goed onderzoek doen en onderwijs geven. Maar er zijn ook wetenschappers nodig die kennis ontsluiten richting de maatschappij. Die zorgen dat juiste informatie bij de juiste mensen komen. Die misschien een ander narratief kunnen laten horen. Of die misschien het publieke debat durven te voeren. Wat best wel lastig en ingewikkeld is in een snel gepolitiseerde, gepolariseerde hedendaagse maatschappij. Ik denk dat je het op allerlei manieren kan doen. Van bijvoorbeeld het schrijven van stukjes tot het doen van mediaoptredens. Tot aan op de basisschool van je kinderen een verhaaltje gaat houden en zo'n verhaal kan doen. U bent tevreden? Ja. Dan wil ik toch even bij het activist verblijven, want u beiden, ik wil niet zeggen dat u activist bent, maar ik heb toch het idee, u bent bezig met een manier van geschiedschrijving, honger als geweld, die niet bij alle historische collega's direct gewaardeerd wordt, voelt u zich een historica met een missie in die zin dat u denkt, ik ga op een bepaald manier de geschiedenis beschrijven. Daarmee zal ik de gevestigde historische gemeenschap even iets duidelijk maken. Dat ze ook op een bepaald manier kunnen kijken. Waarmee zaken boven tafel komen die in die pieterpeuter geschiedschrijving van jullie tot nu toe nog onderbelicht zijn gebleven. Nee, dat is niet het doel wat ik heb. Ik denk dat het vooral interessant is om te kijken naar hoe we, als je nadenkt over wat we kunnen doen in de toekomst, is als je als je het gebaseerd op die presentatie van net, als je kijkt dat honger een vorm van geweld is, wat vaak over het hoofd wordt gezien, omdat er dus geen dadengroep, geen intentie en saaie plaatjes dus heeft. Dan denk ik dat het anno 2023, en dit klinkt heel activistisch natuurlijk, tijd wordt dat we een bredere, dat we honger en andere vormen van geweld, die onzichtbaarder zijn dan spectaculair geweld, dat we die in beeld gaan brengen. Dat we in het nieuws aandacht gaan hebben voor ook andere vormen van geweld met een andere tijdspanne. En Historici lang niet altijd. Nee, en onze media doet dat ook niet. En daarom kunnen we dus heel makkelijk vergeten dat er op dit moment bijvoorbeeld nog gewoon een hongerblok, een blokkade is, een voedselblokkade bij Jemen. Of dat de president van de Wereldbank, waar je het net over had, in 2020 voorstelde om ons afval maar in Afrika te dumpen. Dat soort dingen worden niet belicht, omdat dat saai, of omdat dat zeg maar binnen dat proces, dus het proces is niet iets wat we graag willen zien. En ik,
als je dan activistisch overkomt, ja, dat zou mij dan een borst wezen eigenlijk. Nee, maar goed, maar laten we zeggen, een procesmatige geschiedschrijving kan ook goed licht werpen op hedendaagse ontwikkelingen. Ja, exact. Ja. Ja. En hoe ligt dat voor u? Ja, nou, ik prijs mezelf zeer gelukkig dat ik geen historica ben. Dus ik heb met heel veel van deze ideeën afstand en neutraliteit wat minder te maken. U bent sowieso al wat meer breed reflexief ingesteld. Nou, ik denk, waar ik naar kijk is, hoe worden hongersnoden bedacht? Ik kijk niet alleen naar Oekraïne, ik kijk ook naar Griekenland en Finland. En ik kijk naar Oekraïnse diaspora in Noord-Amerika, hoe die herdenkt. Dus ik heb heel veel verschillende casussen. Dus ik zie bijvoorbeeld dat sommige dingen die overeenkomen, bepaalde casussen, heel anders worden herdacht. Dus dan vraag ik me af, waarom worden die anders herdacht? Wie zit daar zeg maar achter? Waar wordt het voor ingezet? Dus ik kijk ook bijvoorbeeld hoe worden dingen geframed en waarom? En wat gebeurt er als het anders geframed wordt? Dus ik weet ook niet of ik mijn onderzoek per se heel activistisch zou zien of dat ik de geschiedenis anders in kaart wil brengen. Ik kijk eerder naar waarom de geschiedenis op een bepaalde manier in kaart wordt gebracht. En wat gebeurt er als we hier andere concepten voor gebruiken? Ja, ja. En dat die receptiegeschiedenis ook iets leert over onze eigen tijd. Zeker, ja, want ik denk dat elke geschiedenis gaat eigenlijk altijd over het heden. Altijd als we hebben over de geschiedenis, zeggen we iets over het nu. Bijvoorbeeld dat het Europees Parlement nu de Holodomor als genocide herkent. Gaat niet over 1932-33, het gaat over 2022. Ja. Het gaat over de Russische agressie jegens Oekraïne, dat is heel helder. Ja, duidelijk. Ja. Dit allemaal naar aanleiding van de vraag op de eerste rij. Er is bovenaan een vraag. De microfoon komt eraan. Nou, bedankt voor de interessante discussie en de presentaties. Ik heb eigenlijk twee vragen. Eén vraag is of je zou kunnen zeggen dat bij de erkenning van honger als geweld, dat bijvoorbeeld in het geval van oorlog ligt de verantwoordelijkheid duidelijk bij de staat, omdat het vaak een conflict is tussen twee staten of meerdere. Maar zou je bij honger kunnen zeggen, omdat ook in het geval van het groeien van neoliberalisme en de decentralisatie van de markt, dat het minder erkend wordt omdat de verantwoordelijkheid ook veel meer is verdeeld over verschillende organen, met name ook bedrijven? Die vraag is voor Willem Elders in instantie, neem ik. Ja. Laten we beginnen. We hebben het eigenlijk over het systemische. Hè? En het gaat ook over die intentie waar we net over hadden. Dus de staat heel duidelijk honger inzet als instrument om een politiek doel mee te bereiken, dan is dat makkelijker om zo te labelen, denk ik. En markten hebben onbedoelde effecten. Dus bijvoorbeeld Cargill heeft vorig jaar zijn recordwinst gemaakt, mede door de situatie in Oekraïne. Het zijn wel minder bedrijven die daar een slaatje uit hebben geslagen. Heel goed voor aandeelhouders. En toch hebben ze een hele mooie sustainability mission statement. Ik kan het je garanderen. Jouw vraag is eigenlijk of het, omdat het systemisch is, dus minder snel als honger wordt gezien. Hoort dat zo goed? Of? Minder snel erkend wordt als een vorm van... Ja, geweld. Nou goed, dus dan komt het ook op van er is geen duidelijke dader. Dus we doen het met z'n allen en we hebben er allemaal ook een aandeel in dat het voort blijven staan. Ja, dat denk ik. Maar hoe moeilijk vind je het om bedrijven, namen, daders te noemen? Ja, ik heb dan niet. Als het systemisch is, dan doe je dat niet zo snel. Maar de Wereldbank en Cargill, daar hebben we er al een paar de revue gepasseerd. Ja, er zijn best wel bedrijven. Je kunt zo lijstjes maken. Ja. En dat doet u niet moeilijk. Je zegt van die kun je echt als verantwoordelijke aanwijzen. Ik kan niet zeggen, zij zijn verantwoordelijk voor een hongersblokkade. Hongersnood, hoe je noemt, tekort aan honger. Nee, ik zeg het verkeerd. Ik begrijp wat ik bedoel. Nee, je kan niet zeggen, zij zijn voor mijn gevoel, zij zijn niet de dader in die zin dat zij zijn medeverantwoordelijk, laat ik het zo zeggen. Zij zijn onderdeel van het probleem en hebben daarmee een medeverantwoordelijkheid om er ook wat aan te doen. Wat overigens niet betekent dat de Afrikaanse landen en die leiders en de mensen daar slachtoffer zijn en niks kunnen. Dat is een andere discussie, ik wil het heel duidelijk maken. Ik vind alleen, we kunnen van een heleboel bedrijven, kunnen we van alles, die doen goede dingen en die doen ook minder goede dingen vanuit het idee van
voor de mensen daar. Ja. Is dan weer je vraag beantwoord? Ja, ja, dankjewel. En nogmaals, dan voor Willem. Ook aanhakend op de vraag eerder of er meer of minder ontwikkelingshulp moet zijn. We hadden het eerder ook al over kolonialisme. En ik vroeg me af daar is het probleem en dat moeten we oplossen. Hoe voorkom je dat je niet weer schiet in het oude kolonialisme waarbij het westerse wereldbeeld wordt geprojecteerd in die landen? Want het zijn vaak westerse NGO's die daar natuurlijk naartoe gaan om ons te helpen. Ja. Dat is echt een hele goede vraag. En dat is natuurlijk een probleem wat inherent is aan eigenlijk ontwikkelingssamenwerking. Waar toch een soort van impliciet idee in zit. Wij in het Westen, wij zijn een soort van het einddoel. Wij weten het, wij zijn superieur. En zij moeten worden zoals wij. En wij gaan hun de kennis en de middelen geven. En er zit inherent een ongelijke machtsrelatie in gebakken. En dat maakt het dus ook heel lastig, ook voor een normatief standpunt. Ik begon natuurlijk straks even te noemen dat er het frame van een slachtoffer en een redder is. En dat is natuurlijk een heel problematisch frame, omdat het om meerdere redenen. En een van die redenen is bijvoorbeeld dat je doet alsof mensen daar niks kunnen. En alleen maar hulpbehoevend zijn. Maar het doet ook alsof jij weet wat er moet gebeuren. Wat natuurlijk ook een dubieus idee is om meerdere redenen. Is dat de richting? Ik probeer een beetje jou. Ja? Ja, oké. Okay. Dat brengt mij op, in de zin van de gewelddiscussie, toch nog op een onderscheid wat je binnen gewelddiscussies vaak hebt tussen de leer van het dubbel effect, heet dat dan, geïntendeerd en niet geïntendeerd geweld. Dus als je bewust intentie hebt om geweld tegen bepaalde mensen te gebruiken, is dat zeer kwalijk. Maar als je iets goed wil bereiken en een neveneffect is dat er ook slachtoffers vallen, dat er ook schade wordt berokkend aan mensen, dan is dat moreel nog wel te rechtvaardigen. Is dat een onderscheid binnen de geweldsdiscussie die ook van toepassing is binnen de honger als geweldsthematiek? Ik zie u al ja, maar dan ga ik eerst naar mijn rechterbuurvrouw voordat ik de gretige Willem het woord geef. Dus u bedoelt of wanneer geweld rechtvaardig... Dat onder bepaalde omstandigheden geweld, in dit geval honger, gerechtvaardigd is, omdat het een neveneffect is van iets van wel hele goede bedoelingen. Nou, ik kan daar eigenlijk wel op inhaken als jij even wilt nadenken genoeg. Ik weet hem wel. Ik zou als historicus alleen maar kunnen zeggen dat ik niet daar onderzoek naar doe wanneer... Ik ben geen filosoof. Dus misschien weten jullie het beter. Toch wat gemist. Maar ja. Wat ik wel interessant vind om naar te kijken is hoe geweld gerechtvaardigd wordt. Dus, en daar had Charlie net ook al over. Wat zijn de methodes noemen we bijvoorbeeld het woord hongerblokkade, waar ik het net over had. Dat is natuurlijk een politieke zet. Als je het zeeblokkade noemt, of als je zegt, nee, ik ben alleen maar uit om op De economie in dat land meer mijn kant op te duwen, te hervormen, zeg maar, zoals ik het wil, dan heb je eigenlijk al een hele andere benaming. Dus geweld is nooit neutraal en taal speelt daar een enorm belangrijke rol in. Ja, maar er zijn Russen die lijden nu, die hebben nu honger, omdat het Westen Rusland economische sancties oplegt. Nou, dat vinden wij een neveneffect, wat ze dan maar rechtvaardigen. Collateral damage. Ja, dat is de collateral. Ja. Ja, ja. Wie wil hierop reageren? Nou, ik wilde zeggen dat de hongersnood in Oekraïne natuurlijk eigenlijk heel lang zo is gezien. Als een hele treurige bijzaak van het communistische project en eigenlijk het versnellen van de tijd. Je moet de landbouw collectiviseren, je moet de industrialisatie door en dan kom je daar waar natuurlijk de communistische toekomst. In Oekraïne waren er ook veel Oekraïners die bij de communistische partij zaten, die betrokken waren bij het weghalen van voedsel. Maar dat werd gezien als datgene wat nodig was om daar te komen waar je moest komen. Ja. En Stalin heeft zelfs, volgens mij in de analyse van Timothy Snyder of zo, die zegt van Stalin zag dat honger eigenlijk als kapitalistisch of bourgeois verzet tegen het communisme. Dus ik wil hier niet... Ik denk dat Anne's antwoord een heel goed antwoord was en ik zou inderdaad ook altijd oppassen met
Het neef voor het grote goed, want dat is precies wat uiteindelijk die 4 miljoen in Oekraïne en nog miljoenen daarbuiten komen daardoor. Ja, volgens mij kom je haast als je gaat dan een soort van een weging toepassen haast. Dat doen inderdaad. Denk me ook denken, bij vrouwen een tijdje geleden aangereden door een andere auto en dan kom je in een soort van letselschade en dan gaan ze dat dan berekenen. Volgens mij kom je dan zoiets van zoiets terecht. Dus je gaat in dit geval ga je dan uitrekenen van wat is dan vanuit een bepaalde moraliteit, bepaalde waarde. Nog gerechtvaardigd. Dat hangt natuurlijk af van je waarde. Dat kun je niet zeggen. Dat hangt af van wat jouw waarden zijn, wat jouw waardekader zijn, wat jouw rekenkundige formule is. Ja. En rekenen kan iedereen wel op een schandelijke manier inzetten. Geeft dat volgens van u aan. Ja. Oké. Okay. Een hand, een vraag. In China was de lockdown zo streng dat mensen ook geen boodschappen mochten doen. Kan dan ook zeggen dat daar ook een middel was om iets gedaan te krijgen, of niet? Sorry, wat was je vraag precies? Ik zei, in China was de lockdown zo streng dat mensen ook geen boodschappen mochten doen. Kan je dan ook zeggen dat de overheid daar ook honger gebruikte om mensen te dwingen tot iets dergelijks of te beperken tot iets? Dus dat er intentie bij was? Ja, tijdens de lockdown mochten mensen bijvoorbeeld geen boodschappen doen. Die hadden voor 5 dagen eten in huis en daarna niks meer. Mag ik even doorvragen? Ja, tuurlijk. Ja. Wat zou dan de intentie zijn geweest? Ja, dat was de vraag of dat misschien intentie is geweest om ook iets van een bepaalde controle te krijgen. Dat het ook als geweldsmiddel gebruikt wordt, de honger. Ja, heb ik geen antwoord op. Maar... Ik ook niet zo direct. Ik weet weinig van die specifieke casus, eerlijk gezegd. Sorry. Maar het is een ongewenst neveneffect van een maatregel die op zich wel als rechtvaardig geldt. Alleen is het ook weer anders wanneer je zegt, nou, als we nou mensen goed honger laten lijden door de lockdown, dan gaan ze wel zoveel aan social distancing doen dat ze bang zijn elkaar dat virus over te dragen. En dan wordt honger echt als middel ingezet om de pandemie te bestrijden. Vanuit een doelbewuste honger als middel. Maar dat lijkt me niet, het geval. Maar gewoon een ongewild neveneffect. Collateral. Okay. Ja.